We hebben drie vrouwen gevonden die hun ervaringen durven delen over depressie in de overgang. En dat vinden we best moedig. Ja, en in deze eerste aflevering vertellen Petra, Danielle en Nelleke welke klachten ze allemaal hadden. Hoe merkte je nou dat er sprake was van een depressie? Dat duurde eigenlijk bij mij wel een hele tijd, eigenlijk een paar jaar. Ja. En een heel druk hoofd had ik. Ik kon nergens van genieten, was eigenlijk alleen maar bezig met overleven. Ja. En toen reed ik op een avond naar huis van mijn werk, langs een kanaal. En ik dacht van, wat nou als ik nou mijn stuur naar rechts trek en het kanaal inrijd, dan is dat drukke hoofd in ieder geval voorbij. Ik was gewoon echt niet meer vooruit te branden, merkte ik. Niks kwam meer uit mijn handen. Nee. Bovendien had ik echt een heel laag zelfbeeld van mezelf. Ik was echt niet tevreden met wat ik deed en wie ik was. Mm-hmm. En ik werd steeds korter aan mijn lontje naar mijn kinderen. Ik heb nog jonge kinderen en die hadden het ook te voortduren met mij. Ik kwam in een fase terecht dat ik wat meer vermoeid raakte. Oververmoeid eigenlijk. Ja. En verder werd ik lusteloos. Ik wist niet meer waar ik zin in had. Nee. Waar ik aan toe was voor mezelf. En verder merkte ik ook dat ik niet echt toekwam aan mezelf. Nee. Ik soms mezelf voorbij lopen. Soms niet goed weten wat ik met mezelf aan moet. En welk effect heeft dat gehad op je dagelijks leven? Ik was heel jong. Ik was 43. En ik wilde nog van alles. Ik merkte dat ik isoleerde. Toen mezelf afsloot. En de mensen om mij heen, die gingen dat ook merken. En we gingen langs elkaar heen communiceren. En dat maakte het wel eens een beetje stressvol. Nou ja, het effect wat het in ieder geval had, is dat ik me met mijn 41 jaar niet 41 voelde, maar soms echt 81. Ik voelde me soms echt een oude vrouw. Mm-hmm. Wat ook maakte dat ik heel passief werd en ook geen leuke dingen meer ging doen met mijn gezin. Hè. Als je een jong gezin hebt, dan verwacht je vol in het leven te staan. Dat was niet meer zo. En op mijn werk was ik echt, ik werd gewoon echt een muggenzifter. Van alles maakte ik een probleem. Alles werd heel groot. En dat herkende ik gewoon helemaal niet van mezelf. Het heeft voor mij wel 5 jaar geduurd voordat ik het echt door had dat ik last had van een depressie. En dagelijks, ik ging nou letterlijk ook met een pokerface die ik opdeed in de auto naar mijn werk. Ik overleefde de dag. Ik kwam thuis en ik was totaal los. Ik kon nog net de dingen doen die ik moest doen, maar verder had ik geen energie. Nee, en dat pokerface, zodat je dat opzet, dan hadden mensen het misschien ook helemaal niet door. Nee, ik heb wel eens gezegd van, goh, ik lijk wel depressief. En iedereen lacht het eigenlijk weg, want die zeiden, jij depressief? Dat kan niet. Herken jij jezelf ook in deze drie vrouwen die hun ervaringen met ons hebben gedeeld? Kijk dan naar de volgende aflevering, want daarin vertellen ze hoe ze erachter zijn gekomen dat het met de overgang te maken had.